Hoi, ik ben Renske en ik ga jullie vandaag wat vertellen over effecten die kunnen voorkomen bij klassiek conditioneren. Hiervoor moet je eerst goed weten wat klassiek conditioneren is en welke afkortingen erbij horen, anders snap je er niks van. Ik ga met jullie praten over extinctie, spontaan herstel, prikkeldiscriminatie en prikkelgeneralisatie. We staan net andersom. Nou, als eerste extinctie is het zo dat als je eenmaal een respons geleerd hebt, dat het dan ook altijd gedaan is. Dus is het zo dat als je de ongeconditioneerde stimulus weghaalt, dat het kwijlen nog plaatsvindt? Nou, extinctie laat ons eigenlijk zien dat dat niet zo is. Dus als je heel vaak dat belletje gebruikt om die kwijlreactie te laten plaatsvinden, en je doet dat heel lang, op een gegeven moment zal die hond begrijpen van oké, het betekent dus niet dat ik eten krijg. En dan is er dus uitdoving geweest van de respons. Dus de hond heeft eerst aangeleerd om wel te kwijlen bij het belletje, maar uiteindelijk snapt hij, het betekent dus geen eten, na heel veel tijd, na heel veel belletjes, en is er dus geen kwelreactie meer. Dit gebeurt niet altijd, maar in veel gevallen wel. Kortom, je ziet nu een belletje met als reactie geen gekwel. Dus extinctie heeft plaatsgevonden. Nou, spontaan herstel wil zeggen dat de kans bestaat dat die reactie toch weer terugkomt. Dus die reactie op de geconditioneerde stimulus. Dat is dus dat belletje. Dus ook als je na het uitdoven van de reactie niet weer aanleert om met het belletje eten te geven, zodat die kwelreactie weer op gang komt, dan nog kan het gebeuren dat die hond toch weer ineens gaat kwijlen bij het belletje, ook al was dat niet meer zo. Nou, komt dat nou? De geconditioneerde respons zit sluimerend in ons systeem. Dus oftewel, dat kwijlen, dat gaat vanzelf. En die associatie met het belletje, ja, die is ergens zit dat in onze hersenen. Die verbinding is ergens gemaakt, die is niet meer zo sterk en dus is niet meer automatisch. Maar soms kan het ineens toch gebeuren dat dat die reactie veroorzaakt. Nou, dit is vooral problematisch bij angsten en verslavingen. Want je kunt je voorstellen, als je eenmaal hebt geleerd dat je bang moet zijn in het donker, omdat je een keer iets engs hebt gehad in het donker, dan is het heel lastig om dat weer weg te krijgen. Dus angst is zo'n sterke reactie dat die vaak heel moeilijk uitdooft en heel makkelijk weer herstelt, die angst. En datzelfde geldt voor verslavingen. Prikkelgeneralisatie. Wat is dat? Dat wil zeggen dat je geconditioneerde responsen ook hebt bij geconditioneerde stimuli die licht afwijken van de echte of de oorspronkelijke geconditioneerde stimulus. Nou, dit klinkt natuurlijk echt als abacadabra, dus ik geef je even een voorbeeld. Die geconditioneerde respons, dus als je gewoon even denkt aan het Pavlov-experiment, dat is dat kwijlen na het belletje, dus zonder dat er eten is, want dat is geleerd. Dus het is een geconditioneerde respons. Nou, de echte geconditioneerde stimulus is dan dus dat belletje. Nou. Dus andere geconditioneerde stimuli kunnen bijvoorbeeld zijn een piepje, een tringeltje of een ander geluidje wat misschien op dat belletje lijkt. Dus die wijkt af van het echte belletje, maar het is ook een geconditioneerde stimulus. Hij is niet actief aangeleerd, want dat belletje dat is gebruikt om die respons teweeg te brengen. Maar het kan zo zijn dat dat aangeleerde, dat het een beetje gegeneraliseerd is naar ook andere geluidjes. Dus dat die hond leert van, oh, ik hoor iets, dus ik ga kwijlen. En het hoeft dan niet datzelfde belletje te zijn, maar bijvoorbeeld een piepje of een tringeltje. Nou, als je hier meer over wil zien, dan moet je even op YouTube zoeken naar Little Albert van Watson. Dat is een heel erg beroemd experiment wat hij gedaan heeft, lang geleden. Het is ook een oud filmpje. En dat is ethisch nu niet meer verantwoord. Dus dat kan nu echt niet meer zo'n onderzoek. Maar het laat wel heel goed zien wat prikkelgeneralisatie is. Want hij heeft dat heel erg duidelijk laten zien met het bang maken van een klein jongetje voor alles wat wit en fluffy is. Prikkeldiscriminatie, dat is eigenlijk het tegenovergestelde. Dat wil zeggen dat je selectief conditioneert waarbij je verwante geconditioneerde stimuli leert onderscheiden. Dus om dat even concreet te maken, je hebt dus aangeleerd dat bijvoorbeeld een hond gaat kwijlen bij een belletje. En vervolgens leer je die hond om onderscheid te maken tussen verschillende soorten belletjes, namelijk een snel belletje of een langzaam belletje. Nou, dan leer je bijvoorbeeld die hond dat hij alleen bij snelle belletjes gaat kwijlen. Dus dat heeft gewoon te maken met het heel vaak aanbieden van die verschillende belletjes en dan bij het ene belletje wel kwijlen en bij het langzame belletje niet kwijlen. Terwijl hij als eerste dus al heeft geleerd van bij een belletje ga ik sowieso kwijlen.
Zo hé, dit waren de effecten al bij klassiek conditioneren. We hebben het gehad over extinctie, spontaan herstel, prikkelgeneralisatie en prikkeldiscriminatie. Doei, tot de volgende keer!